NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Kjeld Nuis voert de spanning op. Ze staan diep. En daar zijn ze weg. Goed weg. In één keer goed weg. Kjeld Nuis in de buitenbaan. Paar passen stappen. En dan mooi zakken Oda via de binnenbocht. Zij aan zij. En de lichte voorsprong is zelfs voor de Japanner in de binnenbaan. Ik was echt verbaasd door die Japanner dat hij nog onderdoor kwam. En zegt ja, even aanpoten nou. Grote, zware klappen. Kan hij naar de Japanner toe rijden? Op weg naar de 700 meter. Hij leek wel te lachen er net op de kruising toen hij daar Oda voor hem uit zag rijden. Hier komt hij door naar ronde 25-0, dames en heren. 25-0. Dat kan toch niet? Toen maakte ik me even kwaad een rondje en dat resulteerde in 5-0. Dus dat was echt heerlijk. Als hij dit maar volhoudt, hier komt Kjeld Nuis in de race van zijn leven. Naar de bel voor de laatste ronde. Ja, ik heb me voorgenomen, ik wil gewoon nergens laten liggen. Ik wil nooit als. Ik wil gewoon knokken en laten zien dat ik de snelste ben. En dat moet ik op deze manier doen. Nu moet je doorrijden, Kjeld. Nu moet je gas geven. Hij zit stuk. Kom op. Hij zit kapot. Ja. Maar hij gaat door. 43-44-01. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Nuis Olympisch kampioen. Roest wordt tweede. Ik ben super blij. Deze is me zo fucking veel waard. Op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten.